De Nationale Burendag is niet ongemerkt voorbij gegaan in Landert. Buurtvereniging De Groenenhoek in de Molengraaf in Schaik hield een burendag voor de hele wijk. En vanaf nu kan het woord buurt bij deze vereniging op twee manieren opgevat worden. Want in de wijk is een heus buurthuksje ingericht. En en passant kon men op deze nieuwe locatie het 20-jarig jubileum vieren. Een nationale sportweek, een nationale welzijnsweek, nationale week van pesten. We hebben tegenwoordig alles nationaal. Zo ook hebben we vandaag de Nationale Burendag. Allemaal welkom op deze zonnige middag. In het bijzonder welkom alle mensen die geen lid zijn van onze buurtvereniging, maar toch hier met ons samen dat feest willen vieren. In het bijzonder welkom burgemeester Bakermans, die zometeen de officiële handeling hier zal verrichten. En dat willen we samen doen met ons oudste lid van de buurtvereniging, Jan Voet, die samen aan de touwtjes trekt hier vanmiddag. Verder ook welkom Joep Manders. Joep Manders die is van De Groene Loper. De Groene Loper, dat is een van onze sponsors die we hier al het groene, waar hier dus dat gesponsord hebben. En Joep zal er dadelijk even meer van vertellen wat de Groene Loper eigenlijk allemaal inhoudt. Wij als bestuur, wij hadden de vraag gekregen om een extra bankje hier te creëren. Omdat dus het enige bankje wat we hebben een beetje uit de zon zat. En zodoende hebben wij geprobeerd om hier dus een bankje, maar ook een groen huksje, een buurthuksje te realiseren. Nou, daar zijn we met medewerking van Art Albers, die het plan gemaakt heeft, zijn we er redelijk in geslaagd. En ook met de sponsor van de gemeente, en ik zeg al, de Groene Loper, en vooral ook het Oranje Fonds, wat dus een aardige duit in het zakje gedaan heeft, zijn we er aardig in geslaagd. Nou wil ik eigenlijk even Joep uitnodigen om even toe te lichten wat de Groene Loper eigenlijk inhoudt. Dankjewel Ben. Van harte gefeliciteerd de Groenenhoek met een schitterende groene hoek. Ja, het is werkelijk een Groenenhoek in de Groenenhoek. En de Groene Loper, dat is de Groene Loper van de Maashorst. En dat is een initiatief van de Maashorst gemeente, de gemeente rondom de Maashorst. En dat wordt georganiseerd door IVN. En IVN die heeft daarvoor aanjagers in de verschillende kerkdorpen. En die aanjagers hebben de taak om te proberen het groene van de Maashorst in de dorpen te halen. Letterlijk groene lopers vanuit de Maashorst de dorpen in te rollen. En daarmee de verbinding te maken met dat schitterende natuurgebied waar wij als Schaik helemaal in het midden in liggen. Nou, groene lopers die vind je in de wijken. En juist die wijkinitiatieven, buurtinitiatieven, zijn duidelijke voorbeelden die we als groene loper willen ondersteunen en aanjagen, want door buurtinitiatieven wordt het door buren en door bewoners zelf gedragen en dat is juist waar die groene loper voor staat en wat die groene loper wil bewerkstelligen. Als andere buren nu kijken en luisteren en denken van hey, zoiets willen we ook wel, de groene loper heeft nog een nieuwe ronde in aantocht tot in november kunnen nieuwe initiatieven aangediend worden en ik hoop dat veel bewoners zich geprikkeld voelen om ook wat moois en groens in hun buurt te doen. Dankjewel. Dankjewel Joep. Mag ik de burgemeester dan uitnodigen voor een woordje en de daad? Ja, dankjewel Ben, Joep. Fijn dat ik hier op jullie feestje mag zijn en ik hoorde net van Ben dat jullie het onderhoud hier van dit gedeelte doen. En volgens mij gaat dat goed, want het gras is een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Maar dat is helemaal niet erg. Een mooie dag omdat jullie 20 jaar bestaan. Het is Burendag, een goed initiatief om elkaar te ontmoeten. En ik had het net heel even met Ben over, hè. Het gebied is best wel groot. 51 leden van een buurtvereniging, daar mag best een schepje bovenop. Want als je zo met elkaar initiatieven wil
ontplooien. Als je zo'n aanjager in je midden hebt die kan zorgen dat er in zo'n buurt extra zaken gebeuren, dan is het ook goed dat je met elkaar op meerdere manieren verbonden bent. Verbonden bent op een dag als deze om gewoon samen met elkaar een bakje koffie te hebben. Maar ook gewoon eens via een buurtvereniging die af en toe eens met elkaar initiatieven kan ontplooien. Als er zaken zijn, dingen kunnen regelen. En ik denk dat een buurtvereniging wat dat betreft ook schouders verdient. Dus ik merk dat er ook, ik hoor van daarnet dat er ook mensen zijn die nog geen lid zijn. Ik zou zeggen, teken bij het kruisje en laat zien dat die buurt waardevol is. Want je moet het daarmee doen. Zoals hier gaat in, het, de beplanting, in de sfeer, zoals Joep het zegt, de verbinding met de Maashorst. Maar ook vergroening. En dan kijk ik maar eens gewoon naar die kinderen die hier zitten. De verjonging die een wijk ook weer nodig heeft om hen langdurig in stand te houden. Past ontzettend in de visie van de gemeente om samen met onze inwoners, met instellingen, initiatieven op te pakken en te laten ontplooien. De tijd dat de gemeente alles zelf wilde doen, precies wist hoe het moest, die is eigenlijk wel voorbij. Misschien kan ik wel zeggen, we zijn er eindelijk achter dat we niet alles weten. En buurten, inwoners van buurten ontzettend goed zouden kunnen benutten. En misschien moeten we zeggen, af en toe de kracht gebruiken om mooie dingen tot stand te brengen. En ik denk dat jullie met elkaar trots mogen zijn dat je hier hebt gemaakt wat je gemaakt hebt. Het was natuurlijk al een hoek waar activiteiten waren, waar kinderen actief zijn, waar ouders bij betrokken zijn. Maar het is mooi om te zien dat met een aantal dingen erbij zetten, dat je dat nog waardevoller maakt en nog beter maakt. Ik wil jullie feliciteren met het 20-jarige bestaan van het Groene Hoekske. De Groene Hoek, moet ik zeggen, Ben, dat ik dat helemaal goed doe. Feliciteren met het blote benen weer, het korte broeken weer. Dat is toch ook een felicitatie waard. Maar vooral ook met de initiatieven die hier in de buurt ontplooid wordt. En ik hoop voor het bestuur van deze vereniging dat ze vele leden mogen verwelkomen de komende tijd. Want dat is het meer dan waard. Dankjewel. Dankjewel. Mag ik dan nu Jan uitnodigen om samen met de burgemeester het groene doek, we hebben alles groen, hè? Ik weet het niet. Ik heb gehoord dat jij in de touwtjes trekt hier, dus doe maar eens. Trek hem maar af, ja. Mag ik nou iedereen uitnodigen om een glaasje fris pultje, zoals de wilde wijntje, naar ons hier te drinken. En ook een gezellig verblijf vanmiddag hier samen. Uitbrengen allemaal voor ons 20-jarig jubileum. Hyper diep.